Als je principes hebt, dan uh, daar hangt een uh, prijskaartje aan. Dat is gewoon zo. Maar uh, ik vond toch dat ik dat even moet doen. Het begint allemaal zo'n vier weken geleden. Met deze overigens vrij lovende recensie in het parool. Ik vond de zaak van Bart Bakkerbaard uh, wel charmant, moet ik zeggen. En uh, er schortte wel een en ander aan het eten. Dus uh, ik kon geen heel hoog cijfer geven. Maar omdat hij het allemaal in zijn eentje doet. En hij maakt van alles zelf. En hij had een goed verhaal. Dacht ik, nou ja, een zeven lijkt me een. Uh, een goed cijfer, maar daar was Bakker Baart het niet mee eens. Die noemde het slechte journalistiek. Omdat ten onrechte en bovendien op badinerende toon beschreven zou worden. dat zaken als zijn visbouillon niet deugden. Het is prima als mensen me beoordelen. maar dan vind ik wel dat, uh, dat je een bepaalde bagage met je mee moet dragen. en dat mis ik uh, in dat stuk. En dus ging er een verzoek uit naar het parool. of de recensie van de website, want daar stond hij inmiddels ook op. verwijderd kon worden. Ons antwoord is nee. Wij halen sowieso niks van internet. Want dan kunnen we wel bezig blijven. Als je wil beoordelen, dan heb je goede en slechte cijfers. En die moeten dus ook allebei in de krant kunnen verschijnen. en ook allebei op internet kunnen verschijnen. De uitleg was voor Bakkebaard niet afdoende. Hij besloot over te gaan tot drastische maatregelen. en sloot zijn zaak. Zoals je ziet, uh, zijn alle logo's van het raam af. en is alles dichtgeplakt. Denk gewoon dicht. Um, want. Uh, ja, als het parool dan niet uh, van hun site wil halen, dan haal ik mijn zaak wel uh, uit uh, Amsterdam weg. Er zijn natuurlijk genoeg ondernemers die wel eens een beetje kritiek krijgen. En die dan of hun schouders ophalen of gewoon de schouders eronder zetten. En uh, weer aan het werk gaan en er iets aan doen. Maar ik geloof niet dat dat uh, in bakkerbaards natuur zit. Overigens is het de bedoeling dat de zaak in augustus weer open gaat onder een nieuwe naam. En dan staat dus ook de recensieteller weer op nul.